wij zijn een verschorplein en wij doen schoonmaakactie. In deze straat zijn met name de Turkse bewoners die het initiatief genomen hebben voor de schoonmaakactiviteiten. En inmiddels slagen ze er ook in om daar ook andere bevolkingsgroepen bij te betrekken. En dat vind ik heel bijzonder aan dit plein. Wat ga straks doen? Die moeders en kinderen na 12:30 zijn school uit. En wij gaan starten ongeveer 12:45. Wij beginnen schoonmaakactie. Wij vinden het gewoon leuk om ons plein schoon te maken en schoon te houden. Want als het vies blijft, dan is het slecht voor het milieu. Meestal na het opruimen gaan we weer verzamelen. En als dat is gebeurd, dan krijgen we een soort van vinkje achter onze naam. Zodat we mee kunnen gaan naar leuke uitjes. We zijn aan de Aalsdijk. En we gaan de woonomgeving van zwerfafval ontdoen. Eén keer per 3 weken komen we bij elkaar. Dan gaat ieder een gedeelte van het terrein, hier het park en tussen de flats, gaat schoonmaken. En na afloop gaan we gezamenlijk koffie drinken in de ruimte hierachter, die door de woningbouwvereniging ter beschikking is gesteld. Ik moet wel zeggen dat sinds dat wij hier bezig zijn, en de eerste keer en nu, dat het volume dat we ophalen een stuk minder is. Oké, en dan ga ik koffie drinken. Als je lid wordt van de schoonmaakbende, krijg je 2 keer per jaar een schoonmaakpakket. Het eerste pakket zal bestaan uit bezems en een aantal vuilknijpers. Het tweede pakket weten we nog niet, daar zijn we nog over aan het nadenken en we hopen daar ook straten bij te betrekken. We willen met de leden van de schoonmaakbende willen we ook kijken of we een aantal uitstapjes kunnen maken. Bijvoorbeeld naar plekken die interessant zijn omdat daar iets bijzonders gebeurt met de recycling van afval. Of die interessant zijn om te zien van wat er dan eigenlijk met je afval verder gebeurt in Rotterdam. Straten krijgen 2 keer per jaar een budget om koffie, thee en iets aardigs te kunnen doen voor de mensen die meedoen iedere maand. En er komt een nieuwsbriefje uit om alle leden van de schoonmaakbende op de hoogte te houden van alles wat er georganiseerd gaat worden.